Gerben Thijssen, het leek alsof je die laatste 500 meters gewoon snel aan het rijden was en niet vol aan het sprinten was. Wat gebeurde er? Ja, ik zat eigenlijk iets te ver bij het ingaan van de sprint. En dan ben ik eigenlijk gewoon aangegaan. Allee, ik heb gewoon mijn sprint gepakt, maar dan moest ik volledig langs rechts komen, dus ik moest veel meer meters afleggen. Maar ik had echt wel heel veel snelheid, maar ja, links was natuurlijk veel beter de kant die veel sneller was. Maar ja, dat was omdat ik veel te ver zat dat ik gewoon eigenlijk moest aangaan. Dus ja, en daarna was het gewoon proberen volgen. Maar ja, ik ben wel een beetje teleurgesteld, want voor hetzelfde geld rijd die mannen voorbij en dan stuur ik volledig naar links. En dan kan ik misschien nog gewoon door blijven te sprinten winnen. Maar uiteindelijk, ja, het is geen schande om achter die twee derde te zijn. Ja. Ondanks dat je dan slecht gepositioneerd zat, zaten de benen wel goed, de vorm is goed? Ja, de vorm is echt goed. Hè. In Dunkerque ook een keer tweede gesprint achter Olaf Kooi. En dan nu ja, derde achter zo twee namen, dat is eigenlijk ook geen schande. Maar ja, de ploeg reed eigenlijk ook om de, allee, heeft de hele dag ook mee gecontroleerd. Gewoon omdat we echt wel een sprint wouden. Dus ja, kijk, het is derde geworden. Het is vandaag misschien het maximale, maar in de toekomst denk ik wel dat ik zeker die man aan kan. Maandag nog een kans tegen Caleb Ewan en Tim Erlier. Een wedstrijd die jou wel moet liggen? Ja, dat klopt. Vandaag eigenlijk was ook een thuiskoers. Hè. Ik kom hier op 1,4 kilometer van mijn thuis aan. Ik passeer op 200 meter van mijn meet en Ronde van Limburg. Ik ben oorspronkelijk Limburger, ik kom uit Genk. Dus ja, dat is eigenlijk ook een thuiskoers. Dus nog eens een kans dat ik krijg tegen die twee mannen. En ik denk dat we daar weer hetzelfde gaan doen. Ook mee gaan controleren en weer proberen een sprint te krijgen. Maar dat gaat een veel minder evidente partij zijn dan het vandaag was. One last question in English. You ended third. What happened during the last 500 meters? Yeah, it was quite hectic, because the sprint was a little bit downhill also. So the speed was quite high and yeah, we were a little bit too far positioned. So I had to launch my sprint pretty early, but I just went and just keep on fighting. I went on the right, so I had to do a lot more distance than the others that were on the left. But okay, it's in the end, it's third place. It's not the end of the world, but okay. As a sprinter, you want to win and yeah, it's not always possible, but on Monday I get another chance. Dankjewel, Gerben Thijssen.